nu een twee jaar geleden hebben we het gezegd. Ja, we gaan pas 12 januari live. Ik luister naar mezelf. Ik heb net iets bedacht. Dan zou je een beetje te fucken. Yes, yes, yo. Het is weer een nieuwe vlog, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is maandag, maandagpapadag. Ik ben al een half uur bezig om naar buiten te gaan. Eén moet slapen. En de ander wil gewoon naar buiten. Want hier is het saai en dat is terecht. Papa hoeft zijn fetus niet te drinken. Dat is voor losers, hè? Ga zo snel mogelijk naar buiten. Geef jou nog even een speentje. Gaan we jou een jasje aantrekken? Dan gaan we de kinderwagen pakken, hè? Charlie, jasje aan. Ja, en schoenen aan. Kom eens hier. Hey, kom eens. Hallo. Hallo. Poepert. Even je jas aan. Ja, we zijn er bijna. Sleutels was ik bijna vergeten. Ja, we zijn in Artis. Maar het is echt snert weer. Het gaat alleen maar harder regenen volgens mij. Dus we gaan maar eventjes een bakje koffie doen. Hé Charlie, lekker koffie drinken, hè? Ja, yeah. Het is koud ook, hè? De ander ligt te slapen uiteindelijk. Hij is net heel hard aan het huilen, want die wilde eten. Wauw, heb jij een bureau? Laat het eens even zien. Laat het bureau eens even zien. Wauw, ga eens even zitten. Ja, was je nog tot zo laat aan het werk? Jeetje, Mina, wat een harde werker ben jij, zeg. Ja, dat is gaaf hoor. Hey, mama is ook thuis. Er is nog iemand aan het dansen. Dansen! Nou, het is niet alleen maar dansen met baby's vandaag hoor jongens, want ik kreeg net een e-mail binnen dat iemand van Amnesty International een call heeft ingepland. Via mijn website, via Culture Builders, kun je met ons een telefoontje inplannen als je geïnteresseerd bent om iets te doen voor je team of bedrijf. En dit is een specifiek team bij Amnesty International die wil beter worden in feedback. En dat vind ik echt heel erg cool, want dit soort merken wil ik eigenlijk heel graag voor werken. Ik bedoel, we werken voor Fashion for Good, Toms, Vuur Medisch Centrum, zijn allemaal bedrijven die iets moois doen en die impact maken, en dat vind ik toch wel heel erg kicken. Dus volgende week denk ik de telefoontje staan, dus ik ga er zo even replyen dat ik het heel erg leuk vind, dat ik eruit kijk en ja, dat ik graag meer over vertel wat we eventueel zouden kunnen doen. Dus dat is de maandag, dat is papadag. Hele goede afsluiting van papadag. Nu ga ik snel eten en dan ben je de bed break. Goedemorgen Berber. Morning. Berber zei, moet ik nog een verhaal vertellen? Toen zei ik, ja, dat kunnen we wel doen. Want had ze niet verwacht dat we 3 seconden later deze camera kreeg. Berber heeft hele vette stickers gemaakt. Kijk eens jongens. Die is gewoon af. Make work on zak. Hoe vet. Nou goed, jullie kunnen ook lezen. Maar zo hebben we een setje van 5 stickers, denk ik. Maar dat wordt gewoon een mooie stickerpack. Die we waarschijnlijk wel naar jullie gaan sturen. Voor degenen die dat willen. Met als enige vereiste dat je hem op je laptop plakt en mijn foto's stuurt. Dan word je ook influencer van Culture. Word je influencer van Culture. Ja, nu is het Spencer. We gaan onze weekly tactical doen, toch? We gaan onze weekly tactical doen. Dat betekent dat we naar de strategie van deze week kijken? Nee, dan heet het naar de tactiek. Ja. Dus daar ligt er nog 1 niveau onder, ja, qua abstractieniveau. Ja, zullen jullie mijn vinger, ik deed dit. Redelijk korte termijn dingen. Ja, wat moet er deze week gebeuren? Wat moet er deze week gebeuren? Kunnen we nog iets bijsturen? Moeten we ergens even op focussen? We kijken wel naar de strategie, maar het gaat echt over wat gaan we deze week doen. Ja, ja? Om die strategie uit te voeren. Ja, ja. Precies. Cool. Goedemorgen jongens, het is 8 uur. Bijna 8 uur. Ja, het is bijna 8 uur. Nou, goed. Het was weer gewoon een nachtje zoals alle anderen. Heel vaak wakker geweest, de kindjes zijn ziek. Maar de kindjes zijn wel altijd nog steeds vrolijk, hè? Zitten nu aan het ontbijt. Zoals jullie zien. Ja, een tijdje geleden had ik het over supplementen. Waaronder de Alpha Brain. Heel lange tijd geleden. Misschien moet ik dat weer eens even linken. Maar dit heb ik wel weer extra besteld van alle dingen die op zijn. Ik neem nog steeds vitamine C en visolie. Maar het zijn gewoon basissupplementen. En dit helpt mij toch om gefocust te blijven gedurende de dag. Lekker joh. Net in dit moment ben ik een beetje niet gefocust. Maar het werkt wel. Ik moet het nog innemen, jongens. Ik moet het nog innemen. Ja, jij bent klaar met eten? Ja? Oké, gaan we vrij tapje eten. Goed. Snel verder. Ik moest doen alsof ik werkte, Sunny. Zoals dit shot heel mooi overkwam.
maar wij zijn allebei super enthousiast, want Sunny heeft op haar Instagram vandaag van een programma gelanceerd. Ik doe even mezelf bij. En we hebben al 16 mensen die mee gaan doen. En deze eerste groep, 100 mensen max, maar ik denk dat het misschien nog iets kleiner wordt. En we hebben nu twee jaar geleden hebben we het gezegd. Ja, we gaan pas 12 januari live. Dus we hebben nog 6 of 7 weken. Dus we zijn gewoon super blij. We hebben het net even gevierd. Dit gaat gewoon knallen als een man. De manier als mensen zich afvragen hoe heb je dit gedaan met twee baby's, hebben we dat gewoon heel pragmatisch steeds aangepakt. En ondertussen hebben we bijvoorbeeld nu live gezet en nu worden de fouten eruit gehaald van onze volgers. Ja, dank jullie wel. Een spelfout. Ja, veelgestelde is aan elkaar geschreven, weet je wel. Echt, maar dat heb ik wel van Jorg geleerd. Soms moet je ook gewoon nog voordat het perfect is, gewoon maar... Hoe zeg je dat altijd? Winnable, viable. Product. Ja, je moet gewoon lanceren. Posten. Gaan lanceren. Als het te perfect is, dan beter laat met lanceren. Nou, het is waarschijnlijk niet perfect, maar het is wel dat ik me hier heel goed twijfel. Ja, zeker. Ik vind het goed genoeg. Heel erg goed genoeg. Ondertussen waren we op weg naar lunch, snel, voordat ik om 1 uur mijn eerste coaching heb. En toen zei ik tegen Spencer, er zit hier een hoedenzaakje en ik wil je even wat laten zien. Ik had gisteren, heb ik op mijn Instagram gedeeld, had ik een hoed op. Nu heb ik deze gekocht. Ik dacht, ja, weet je jongens, als je dan next level moet gaan, Spencer en ik dragen van die police constables is het toch ook een beetje? Ja, ik denk vooral aan James Bond. Je hebt die villain van James Bond. Daar heb je zo'n stalen rand in. Je snijdt gewoon je keel door ermee. Goed, dus dit is het soort geworden jongens. Laat me weten in de comments wat je ervan vindt. Maar uiteindelijk interesseert me niet zoveel, want ik hou hem toch op. Oké, jongens, ik heb niet eens een opening gedaan, maar ik ben vandaag uitgenodigd door Johnny Walker Blue Label. Dus loopt hier iemand zelfs. Een van de whiskykenners van Nederland loopt in een Schotse broek. En we hebben net heel veel whisky gehad. Ja, voor mijn gevoel heel veel whisky gehad, maar ik heb niet gegeten. We hebben steeds hapjes tussendoor gehad. Hè? Ja, mijn buurvrouw die enjoyt het ook heel erg. Ja. Maar het is wel... Jij bent echt een whisky lover, toch? Nee, eigenlijk helemaal niet. Wij zijn nu whisky lover geworden. Sorry, we moeten even vloggen tussendoor. Ja. Ik ga iets vertellen over de Glenduri Royale. De distillery is in 1825 opgericht door Captain Robert Barclay. Oké jongens, ik was helemaal vergeten te vloggen. Het is 12 uur. Ik was dus uitgenodigd voor een event door Johnny Walker Blue Label. Heel erg leuk. Ik heb niet zo heel veel met whisky. Daardoor was het extra leuk, want nou, ik heb echt leren whisky proeven en waarderen eigenlijk. Wat ik nog leuker vond misschien wel, was eigenlijk de mensen die ik heb leren ontmoeten. Want het grappige was dat ik iemand op Instagram volgde, Pablo Lukker, kunstenaar. Die had een paid ad van een van zijn schilderijen en ik volgde hem 2 maanden geleden. En ik zit daar en hij komt gewoon binnenlopen. Ik zeg, hey, volgens mij volg ik jou. We hebben een heel leuk gesprek gehad, er kwam nog een andere gozer bij. En we hebben eigenlijk met z'n drieën nog na die hele whisky sessie nog zitten kletsen en een paar cocktails gedronken. Het is nu 12:30. Oppas is al lang weg. Ja, ik weet niet, misschien moet ik wel niet gaan slapen. Ik denk dat het zo weer over een uur alweer komt. Nou goed, om 7:00 is iedereen alweer wakker. Misschien om 6:30 al. We gaan het zien. Anyhow, ik vond het waard. Het was een leuke avond. Het was gewoon even lekker om weer even tussenuit te gaan. Toen ga ik snel naar binnen, want mijn hand vriest eraf. Laters. Ik kan het ondertussen wel met hem bespreken. Mensen die zeiden, Jorg, je moet even gefilmd worden, want dit wordt een heel vet shot. Ja. En ondertussen zeg ik vet, want ik kom op de Pixar's 8 Beliefs. Een 8 leiderschapsovertuigingen. En de eerste is, dat vind jij leuk Spencer, employees must be linked, not ranked. Oh, kijk eens aan. Dat ga ik sowieso doen maandag in Heerlen. Oh ja, vet. Ja. Mensen gaan maandag in Heerlen spreken. We hebben tegenwoordig, jongens, we zijn zo druk. We zijn zo succesvol. Dat we moeten splitten. Spencer gaat maandag... Die dat geven in Heerlen voor? Ja, voor de gemeente Heerlen. Gemeente Heerlen. Nee, aan de hele gemeente. Aan de hele gemeente. 1100 mensen. En we zijn nu bij EVBox, dat zit hier boven, we zijn nu beneden. Heel mooi kantoor. Ja. En die maakt de charging stations van die palen, weet je, van die laadpalen. En die kun je dan, als je van de bron bent, kun je daar je eigen logo op plakken. En dan kun je over heel Europa van die charging stations voor elektrische auto's uitbrengen. Heel vet bedrijf, hele vette missie. We gaan hun helpen met hun waarde, finalize. Net als ik zijn allebei half ziek. Ik heb gisteravond een whisky testing gehad, ik heb helemaal niet verteld. Maar ik probeer mijn bacillen eruit te drinken. Ik ben gewoon met 2 paracetamol om 8:30 naar bed gegaan. Om nog een beetje normaal voor deze meeting op te komen dagen. Ik slaap toen niet. Ja, oké. Ja, what's cooler than being cool? Alright. Yes jongens, ik ben thuis. Het is ook een grote corporate. Ik luister naar mezelf, want ik
Ben als je de eindlaatste podcast geweest, een tijdje terug, dat heb je waarschijnlijk gezien. En die is vandaag live gegaan. Even kijken, hoe lang hebben we? 112 minuten hebben we gekletst. En ja, we hebben het over cultuurbouw, we hebben het over mindset, over microdose, over koud douchen. Hoe een van de eerste baantjes in een augurkenfabriek was. Als je het interessant vindt, Eindbaas is een van de grotere, nou, de grootste podcast van Nederland, geloof ik, als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Of staat op gedeelde plek met Michael Palachik's podcast. Ik vond het heel tof om daar aanwezig te zijn. En ik heb de link voor je als je het interessant vindt hieronder in de video. Dan kun je het zelf luisteren. Yes, yes, yo. Het is zondag. Zondag, het is zondag. En Charlie heeft er een soort Beirut van gemaakt. En we zijn een vlog van mama aan het kijken, hè? Ja, een vlog van mama aan het kijken. Sunny is aan het werk. En ik ben alleen met de twee kiddo's. En ik heb net iets bedacht om Sunny een beetje te... The fuck, hoor ik nou een baby? Ja, maar die hoorde ik op de vlog. Kijk jongens, ik heb Charlie heeft een keukentje. En in dat keukentje heb je ergens twee van die tabletjes chocola. En Sunny die eet eigenlijk geen suiker meer, maar ik heb heel gemeen chocola gehaald. Dus heel af en toe snoep ze ervan. Dus nu heb ik een chocola-alarm bedacht. Dit is een stukje hout, wat heel erg lijkt op chocola. En ik heb net... Ja, als je alleen thuis bent de hele dag, dan ja... We zijn met z'n drie alleen thuis, maar goed. Dan moet je een beetje creatief zijn om jezelf te vermaken. Dat moet ik voor Charlie zijn, maar ook voor mezelf. Dus ik heb net een stuk chocola gegeten. En dan leg ik dit houten blokje zo er tegenaan. Dan is het dus een chocola-alarm. Dan leg ik het zo terug in de deur. En dan weet ik exact wanneer Charlie een stukje chocola eet. Maar dan gaat ze waarschijnlijk roepen, hè, heeft dit nou weer gedaan? Goed. Ik zal er maar druk mee zijn, hè jongens. Goed, ik vind het leuk. Gaat het dan? Het is mijn vlog. Ik ben dus vandaag alleen met de meiden, want Sunny die is opnames aan het doen voor het online programma. En kijk eens even hoe lief ze erbij zitten. Da-da-da, da-da-da. Charlie is, heeft, ik weet niet wat hij heeft, volgens mij heeft hij een sprontje, want die is af en toe echt een draak. Die heeft onwijze drift bij als iets niet lukt. Zit ze in de keukentje te spelen en dan, weet ik veel, gaat er een verpakking niet open en dan is het drama. En nu met eten was het drama. En heeft ze de zusje wakker gemaakt, zo hard was ze aan het schreeuwen. En nu is je bord op, hè? Is je bord leeg, bedoel ik. Ondertussen ben ik ook nog eens door mijn rug gegaan, toen ik vanochtend met Charlie in de tuin aan het spelen was. En zijn we met z'n allen nog een beetje verkouden en ziekig. Gisteren was ik de hele dag alleen met de twee dames. Sunny was ziek. En tekst aan het voorbereiden van vandaag. Vandaag is ze opnames aan het doen. En morgen is ze ook aan het werk. Morgen is maandag. Dus ik heb drie volle papadagen achter elkaar met alleen deze twee cookies. Wil je nog een broodje?